En wat dit betekent, Bernard, dus eigenlijk dat er straks NAVO-troepen direct tegenover Russische troepen staan. Aan de ene kant van de grens en de andere kant van de grens. Ja, want Poetin eigenlijk steeds wilde, was zich ervan verzekeren dat Oekraïne, los nog van het feit dat hij vindt dat het eigenlijk bij hem hoort, in ieder geval een buffer was die nergens bij hoorde, niet bij de NAVO. En nu ontstaat de omgekeerde situatie, want wij hebben ook geen buffer meer. Ook wij zijn Oekraïne kwijt als buffer tegen Rusland. Dus je staat in Polen, staan zogezegd de Poolse soldaten neus aan neus met Russische. Geen prettig idee. Nee. En ook geen prettig idee dat Poetin dus het nucleaire arsenaal in paraatheid heeft gebracht. Moet het even op een juiste woordkeuze zetten. Nee, want ze zijn niet op scherp gezet, maar wel in paraatheid gebracht. Bij ons is nu Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Natuurlijk ook van ons programma Boekestein en de Wijk. En buitenland commentator Bernard Hammelburg hoorde je net al. Maar eerst even naar Rob de Wijk. Een goede avond. Goedenavond. Hoeveel zorgen moeten we ons maken over dat in paraatheid brengen van de nucleaire afschrikkingsmiddelen, zoals Poetin het volgens mij zelf noemt? Heel erg veel zorgen. En dat kan ik niet genoeg benadrukken. Dit is ongehoord wat hier gebeurt. Dit is totaal abnormaal. Kernwapens zijn hier niet voor. Dat doe je alleen maar als je land wordt binnengevallen. Dan zou je die dingen in paraatheid kunnen brengen en zo nodig inzetten. Maar hij heeft nu voor de zoveelste keer in het kader van dit conflict met kernwapens gedreigd. Dat begon eerst in 2014 en 2015 zijn die dreigementen vanuit Rusland gekomen ten aanzien van de Krim. Dus na de annexatie van de Krim. Als Oekraïne de Krim zou terug veroveren, dan zouden de kernwapens worden ingezet. Toen hij begon met zijn fantastische speech om deze hele oorlog aan te kondigen, toen heeft hij ook gezegd, in verdekte termen, dat hij kernwapens zou kunnen inzetten. En nu krijgen we dit weer. Dus hier is iemand die dus rustig bereid is om kernwapens te gebruiken in een oorlog die geen inzet van kernwapens rechtvaardigt. Ja. Je zegt, we moeten ons enorme zorgen maken, maar ja. Denk je dat dan ook dat hij echt in staat is om die wapens te gaan gebruiken? Ik denk dat we Poetin nu zo langzamerhand moeten zien zoals hij is. Dit is een krankzinnig geworden tiran. Ik kan het niet anders maken. Hier zit geen rationaliteit meer achter. Dit doe je niet. En als je dus ook op dit ogenblik ziet hoe die invasie verloopt. Ik heb voortdurend geroepen, hij heeft te weinig troepen. Dat blijkt dus nu ook wel. Logistiek is gewoon kloten. Dat trekt hij dus ook niet. Hij is niet in staat geweest om Kharkov snel in te nemen, terwijl je zou denken, dat moet appeltje eitje zijn, want het 50% is Russen daar. Dus daar zou je nog van kunnen zeggen, dat moet makkelijk zijn. Dat lukt dus ook niet goed. Dus je zit hier in een situatie waarin een president een krankzinnig besluit heeft genomen om een ander land binnen te vallen, waar hij er kennelijk gewoon niet goed over heeft nagedacht. Hij heeft zich in een hoek gemanoeuvreerd op dit ogenblik, waarvan ik niet wil zeggen dat hij het heeft verloren. Maar het gaat ook niet zoals hij gedacht heeft. En als hij dus inderdaad gek is geworden, nou, dan is de sky the limit hier letterlijk. Ja, maar dit is een vraag die ik ook stelde aan Hubert Smeets eerder deze uitzending. Is er iemand in zijn omgeving, op het Kremlin of militaire leiding, die hem kan tegenhouden? Nou, Patrushev. En dat is het hoofd van de Veiligheidsdienst. Die zou dat in principe moeten kunnen. Maar dat is ook een keiharde hardliner. En ik heb die man afgelopen zomer nog meegemaakt in Moskou. En dat was de man die zei tegen ons van, er zijn honderdduizenden cyberaanvallen tegen Rusland georchestreerd. En Nederland speelde daar een belangrijke rol in. Ja, je weet gek, internetknooppunt, daar lopen de cyberaanvallen van Rusland ook dwars doorheen. Dus daar moet je het ook niet van hebben. Maar interessant is dat een baas van een van de inlichtingendiensten is ontslagen. En dat is op zich wel vervelend, want dat betekent dus dat iedereen die een beetje tegen hem is, die wordt dus nu eruit gegooid. En dat is echt riskant. En ik denk dat deze man echt zo in isolatie heeft gezeten. Ja, ik ben geen psycholoog, maar langzamerhand beginnen er wel door te sijpelen. Dat hij gewoon echt het zicht op de werkelijkheid kwijt is. En dat is echt een groot probleem. Ja, als we dan kijken naar kernmachten in het Westen, Frankrijk, Britten, Amerikanen natuurlijk. Wat doen die nu met hun kernwapenarsenaal? Als Rusland zoiets zegt.
Ja, niks. Kijk, de Franse president die heeft al gezegd van hoor eens even, wij hebben ook kernwapens als Frankrijk. Binnen de NAVO zijn kernwapenmogelijkheden, dus doe dit in godsnaam niet. Het lijkt mij zinloos om nu de kernwapens van Frankrijk, Engeland, Amerika op een hogere alertering te zetten. Dat is alleen maar olie op het vuur. Maar ik moet ook even op een ander ding wijzen. Kijk, ik heb wel vaker gezegd, we zijn al onze kennis kwijt hoe we dit moeten doen. Maar al dat gedoe, wat je nu ook weer met de Europese Unie ziet, ook Nederland, we hebben 200 stingers geleverd, of wat het precieze aantal ook is, dat moet je in het geheim doen. Daar moet je niet over praten. Dat is ongehoord stom. En je ziet dus nu dat Poetin deze hele discussie over zijn kernwapens koppelt aan de economische dimensie, de illegale sancties, zoals hij ze noemt, maar ook aan de agressieve verklaringen van NAVO-leden. En daar hoort dit bij. Dus op deze manier wordt de NAVO betrokken bij een conflict. En dat gaat helemaal gebeuren op het moment dat Turkije, en misschien hebben ze dat al gedaan, ik heb het allerlaatste nieuws niet gehoord, Turkije de Bosporus afsluit. Ja. En dat mogen ze doen in een oorlogssituatie. Realiseer je, als dat gebeurt, is een NAVO-land direct betrokken bij het conflict met Rusland. Ja. Volgens Reuters heeft Erdogan besloten om dat inderdaad te gaan doen. Dus dat verdrag van Montreux uit 1936, op die manier te gaan interpreteren. Gefeliciteerd, Bernard. Dat verdrag wordt geregeld dat Turkije de Bosporus en de Dardanellen, daar hebben ze toezicht over. En in theorie zouden ze dus ook de Zwarte Zee kunnen afsluiten. Maar van de week zei Erdogan, dat doe ik eigenlijk niet. Want schepen die naar hun thuishaven terug willen, die moeten dat kunnen, ook Russische. Ja. Maar als hij daarop terugkomt, dan krijg je een situatie waarbij een Turks en een Russisch oorlogsschip een confrontatie krijgen. En dat is inderdaad een confrontatie tussen NAVO en Rusland. Ja. Het zou me zelfs niet verbazen als Biden besluit om gewoon de Bosporus af te sluiten. En door er een paar oorlogsschepen voor te leggen. Dat zou me zelfs niet verbazen. Het is natuurlijk een kazebelly van je welste. Als dat gaat gebeuren. We hebben nu contact met Joost Lagendijk, onze correspondent in Turkije, ook over dit onderwerp. Joost, hoe zie jij deze stap? Nou ja, kijk, wat er in feite is gebeurd in vergelijking met 2 dagen geleden, toen we het hier ook al over hadden, is dat het woordgebruik is aangescherpt. Ja. Ook Turkije zegt nu na 2 dagen dat er sprake is van een oorlog. En dat dus, de artikelen die daarover gaan in die conventie van Montreux zullen worden toegepast. Dat klinkt goed en dat in Europa en de Verenigde Staten is iedereen daar buitengewoon tevreden over. De vraag is wat het nou in de praktijk eigenlijk gaat betekenen. Want zijn er nog Russische schepen in de Middellandse Zee bijvoorbeeld, die naar de Zwarte Zee zouden willen? Nou, de analyse is toch van de meeste militair deskundigen dat al lang is gebeurd. Dat de schepen die Rusland daar wil gebruiken in de Zwarte Zee, dat die al lang zijn teruggekeerd. En nog steeds, ook met dat woordgebruik van het is een oorlog, interpreteert Turkije artikel 19 van die conventie zo dat als er Russische oorlogsschepen zijn die als thuisbasis de Zwarte Zee hebben, dan mogen die nog steeds terugkeren naar hun thuisbasis. Ze mogen alleen niet aan de oorlog gaan deelnemen. Het is allemaal heel erg in balans en evenwicht. Ja, en de vraag is alleen, daar hadden jullie het daarnet al even over, stel nou dat er nog andere Russische schepen zijn die dus niet terugkeren, maar die gewoon door de Bosporus naar de Oekraïne willen varen. En die komen dan aan het begin van de Bosporus. Wat gebeurt er dan? Wat gaat Turkije dan doen? Gaan ze echt die schepen tegenhouden? En ontstaat dan een scenario waarop de wij ook al op wees, dat er dan een directe confrontatie plaats zou vinden tussen een NAVO-lid en Rusland. Daar wordt natuurlijk ongetwijfeld over nagedacht. Dat hoopt iedereen hier dat het niet zal gebeuren. En dat is ook gebaseerd op de analyse dat er weinig schepen meer terug willen door die Bosporus. Ja, maar dat is eigenlijk het punt hier. Op het moment dat je zegt, ik sluit de Bosporus, dat wordt gezien door deze man, Poetin, als een daad van oorlog, een daad van agressie. En dus je kunt allerlei legale, juridische verklaringen daarover geven van wat er wel en wat niet mag. Daar ben ik het ook allemaal wel mee eens. Maar dat stadium zijn we
gepasseerd. We zijn het stadium ook gepasseerd dat wapenleveranties, defensieve wapenleveranties, worden gezien als een offensieve oorlogsdaad. We gaan dat ook krijgen als Amerikaanse troepen gaan aankomen in Europa en die worden naar Polen geschoven en misschien wel naar de Baltische Staten. Dat wordt gezien als een oorlogsdaad. En ja, jongens, en dan escaleert het op een manier, als je een beetje pech hebt, die je niet wil, hoor, in Europa. Maar wat zou je dan moeten doen, Rob? Nou, je moet die wapenleveranties, vind ik, echt dus in stilte doen. Houden. Ja, precies. Ja, dat moet je echt in stilte doen. Dat hebben we destijds ook gedaan. We hebben het allemaal verleerd hoe we dit moeten doen in de richting van Israël. Volgens mij zijn er 3 wapenleveranties geweest in de richting van Israël. Die zijn hartstikke geheim gebleven. Dat via Nederland, notabene. Ja, ja. Je moet het houden bij de economische sancties. Wat je onder de radar doet, ik bedoel, je doet maar. Maar ga daar niet ook naar je eigen bevolking krachtpatserig mee. Nee, want dat is het. Het grote probleem hierbij is, er zit niks achter bij de NAVO. Wij hebben, en ik heb daar 100.000 keer voor gewaarschuwd. Je merkt ook dat ik wel buitengewoon geïrriteerd begin te worden van wat hier aan de hand is. En dat is ook dan, ik denk dat die irritatie ook wel terecht is. We hebben zo vaak de discussie gehad over versterking van de defensie. Maar als je dat dus nooit hebt gedaan en je hebt in 30 jaar lang eigenlijk zo alles wegbezuinigd en je hebt een defensie die niks meer kan, dan kun je al deze verbale krachtpatserij wel doen. Maar daar zit geen macht achter. En daar zit het grote probleem op in. En dat kan dus een escalatie op zich betekenen. Ja, Joost, het is bekend dat Erdogan en Poetin redelijk veel contact met elkaar hadden in het verleden. Is er nog steeds contact tussen die twee? Voor zover ik weet niet. Erdogan heeft al 2 keer aangeboden dat Turkije als een soort bemiddelaar wil optreden tussen Oekraïne en Rusland. Daar is volgens mij vanuit Rusland helemaal niet op gereageerd. Er is ook geen sprake van telefonisch verkeer, voor zover ik weet. Dus daar zijn de contacten voorlopig wel afgesloten. Nee, dus maar het blijft in ieder geval spannend wat daar bij de Bosporus gebeurt. Oekraïne hoopt natuurlijk dat Turkije sterker ingrijpt dan ze nu aangekondigd hebben. Maar zit dat er, denk je, ook nog in? Of denk je dat Turkije die balans probeert te blijven vinden? Ja, ik denk het laatste. Kijk, dit is nu gezegd over Montreux en over de Bosporus. Nogmaals, volgens mij in de hoop en de verwachting dat zo'n situatie zich niet zal voordoen. Ja. De vraag is nu, die veel mensen stellen natuurlijk, van oké, prachtig, goed gedaan. Maar wat gaat Turkije nou met het Turkse luchtruim doen? Als je de kaart van Europa ziet, is er nog een groot gat aan de Russische grens. En dat is Turkije. Wat gaat Turkije met Russische vliegtuigen doen? Gaat Turkije aan de sancties meedoen? Dat is ook allemaal nog heel erg onduidelijk. En mijn indruk is toch dat Turkije, Erdogan, kijken hoe de hazen lopen in dit conflict. En dan op het allerlaatste moment nog een zet doen die wel goed valt, maar die op dit moment nog niet heel veel consequenties heeft.